dat doen jullie. En jullie zijn de stelbazen en ik hou van jullie. Jezus, mijn nees, zeg. Yo, hallo PritVIP'ers. Leuk dat jullie allemaal kijken naar een splinternieuw video. Vandaag laat ik zien hoe ik mijn shit doe. Hoe ik mijn werk dus allemaal achter de schermen doe. En ik dacht, misschien is dat wel hartstikke leuk. Dan ga ik jullie al één ding laten zien. Denk aan licht. Ja, het is misschien een beetje apart, maar het is gewoon een bouwlamp en gewoon een paraplu. En ja, zet alles gewoon met licht, dat het mooi wordt en dat je er sexy uitziet. Ja. En ja, jullie dachten al, hè, het licht? Ik heb het licht verplaatst, want je moet goed denken aan het licht. Ik zit altijd op deze stoel, de zwarte Magic Happens stoel. En ja, hij is groter dan ik. En ja, dat is fijn altijd. Want dan kan ik lekker, zeg maar, lekker slapen en zo. En andere dingen doen. Maar ja, hier doe ik dus een thumbnail. En die moet dus, even kijken. Die moet dus op social media geplaatst worden. Want ja, je moet natuurlijk wel een beetje reclame maken voor jezelf. Soms. Dus daar ga ik dan. Dan doe ik dus een linkje met de titel. En dan ga ik hem dus nu posten. Tweet. En heb ik dus mijn video weer gedeeld. Je kan je video's, doe je gewoon een paar keer delen. Dat mensen het zien wat je allemaal op je YouTube kanaal hebt. Dat zijn zeg maar de tags die je gebruikt in je video. En ja, dat laat ik ook even zien. Eigenlijk moet ik niet te veel weggeven. Maar ik dacht, ja, laat ik dat ook gewoon doen ook. Hier zie je dus allemaal van die tags. En die moet ik dus ook hierin klikken. En dat heb ik nog dus niet gedaan. Want de video van Bayer fan en dan handtekening, die hebben jullie vast wel gezien, geloof ik. Maar die moet natuurlijk ook een soort van tekst krijgen. Dus dat ben ik nu aan het doen. En ik heb altijd mijn social media, heb ik altijd, zoals jullie zien, heb ik altijd openstaan. En dat is zeg maar omdat ik al mijn mensen en kijkers die dus een berichtje willen sturen naar mij, dat zij ook gewoon echt bericht terugkrijgen van mij. En dat is misschien wel leuk om te weten. Rotbrommer. Dus ja, dat ben ik een beetje aan het doen. En ja, het gaat best wel goed. Weet je, het gaat lekker. Het gaat super goed. Ik heb nu de 500. Ik geloof de 500. 92 geloof ik nu. Dus ik ga nu naar de 600 en dan legit. En abonnees waren dus gewoon aan het spoken. En spookabonnees die moeten verwijderd worden van YouTube. En dus ja, vandaar dat ik die 600 abonnees niet aantikte steeds. Omdat er dus spookvolgers waren. En die zijn dus nu verwijderd. En daar ben ik blij mee. En ja, misschien ben ik dan wel wat abonnees kwijt. Maar die haal ik toch weer in. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Jullie zijn een stel bazen. Die likes gaan hard. Holy guacamole. Echt waar. Dat is echt niet normaal. Maar ja, ik hoop dat jullie een beetje genoten hebben van deze video. Doe alvast een duimpje omhoog. En jij zeker een duimpje omhoog doen. Abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Gaan we voor de 600. Ik denk over 2 dagjes dat ik de 600 heb aangetikt. Maar dat weet ik niet zeker. Dat doen jullie. En jullie zijn een stel bazen. En ik hou van jullie. Ja, dat was het dan een beetje, denk ik. Jezus, mijn nees, zeg. Nou, de microfoon valt. Ik wist niet dat de microfoon zomaar viel of zo. Ik weet niet wat het is. Wat dan, vond ik. Nou ja, weet je. Hey, later.